Yannick Wildschut is geboren op 1 november 1991. Dat wil zeggen dat hij 30 jaar oud is. Hij is geboren in Amsterdam, is 1,87 meter en speelt voornamelijk als linkervleugel aanvaller, maar kan ook in de spits of kan ook aan de rechterzijde. Momenteel speelt hij voor CSKA Sofia en dat team speelt in de hoogste divisie in Bulgarije. He's been around. Hij heeft gespeeld voor FC Zwolle, VVV Venlo, Heerenveen, ADO Den Haag, Middlesbrough, Wigan City, Norwich City, Cardiff City, Bolton en uiteindelijk heeft hij als laatst gespeeld voor Maccabi Haifa. In de jeugd heeft Wildschut onder andere gespeeld voor Volendam, Almere City en Ajax. In 2010 maakte hij zijn seniorendebuut voor FC Zwolle. Het volgende seizoen maakte hij zijn eerste transfer naar VVV Venlo, waar hij zijn eredivisie debuut maakte. Zijn eerste seizoen in de eerste divisie scoorde hij 7 goals. Na 3 seizoenen in de hoogste klasse in Holland, waarbij hij speelde voor Heerenveen en ADO, verhuisde de vleugelaanvaller naar Engeland. Hij ging spelen bij Middlesbrough. Borough, dat is de roepnaam. In Engeland heeft hij verder gespeeld voor Wigan Athletic, waar hij in League One speelde. Dat is de derde hoogste divisie in Engeland. Yannick Wildschut kwam in dat seizoen in de PFA League One Team of the Year. In totaal is Wildschut 6 seizoenen geweest in Groot-Brittannië. Naast zijn laatste Britse ploeg, Bolton Wanderers, is Wildschut verhuisd naar Israël, waar hij ploeggenoot werd van niemand minder dan Charon Sherry bij Maccabi Haifa. In Israël werd hij samen met Sherry kampioen. Na dat seizoen is Wildschut verhuisd naar Bulgarije. Wildschut komt hier in actie voor CSKA Sofia, die op dit moment op de tweede plaats staat achter Ludogorets, waar Shaquille Pinas voor speelt. Wildschut heeft gespeeld voor de onder 21 selectie van Nederland.